Jullie verliezen in Veendam van Fles Veendam. En dan kom je hier aan Loppersum, denk je van revanchegevoelens, toch wel een beetje? Ja, toch wel een beetje, ja, absoluut. Ja, we hebben daar, onze eerste set was daar misschien wel een van onze beste sets van het hele seizoen. En daarna speelden we drie van onze allerslechtste. Nou, misschien heb je het vandaag wel gezien, zij zijn niet de allersportiefste ploeg. Ze vinden het erg leuk om ons een beetje te jennen, een beetje te zuigen. Dus, nou, hoort dit ook niet klein een beetje bij de sport, vind ik? Ja, een klein beetje wel. Maar zij zijn echt wel, zij gaan wel een beetje verder dan de gemiddelde ploeg. Ik vind dat zelf niet normaal. Soms gaat het net even te veel van het goede. Misschien in de emoties van het spel gebeurt dat dan, maar probeer er wat minder te doen. Ja, maar leg er nou eens uit. Je zegt al van jullie spelen daar misschien wel de beste set van het seizoen en daarna de drie slechtste. Waar zit hem dat dan in? Ja, leg het er maar eens uit. Dat is het geheim en de kracht van de sport, hè? En je speelt daar inderdaad, we spelen een hele goede set en misschien hebben we dan al wat idee van we zijn er al. Dit wordt een makkelijke middag en zij gaan daarna een beetje alles of niet spelen. Vooral in de surf en we krijgen de bal niet meer bij de spelverdeler en de spelverdeler krijgt ze niet meer goed bij de aanvallers. Het spelletje wordt voorspelbaar en daarna was het over. Ja, nou dan vanmiddag. Een heel ander verhaal denk ik, want eigenlijk zijn jullie niet, nou ja, laat ik zo zeggen, jullie brengen jezelf af en toe een beetje in de problemen, maar niet door het toedoen van Fles denk ik. Nee, absoluut niet. Nee. We hebben goed gespeeld in nou, wat je zegt. We brengen onszelf af en toe in de problemen en dat komt omdat we misschien wat te weinig beleving hebben nog, zeker in het begin van de wedstrijd, maar uiteindelijk hebben we... Eigenlijk heel makkelijk gewonnen, ja. Nou, en toch horen jullie coach een beetje mopperen af en toe. Zo van, jongens, jullie voldoen niet aan de opdracht. Kom op nou, kop erbij. Nou, daar heeft hij gelijk in. En we spreken een aantal dingen met elkaar af. En als je dat niet doet, dan heeft hij gelijk. Dan geeft hij op onze kop. Ja, moet ik zeggen, jullie krijgen eigenlijk vrij gemakkelijk... Ja, in Groningen zeggen ze dan op de boksen. Maar in dit geval moet ik zeggen op de broek, hè? Ja, het is minder gegaan dan we verwacht hadden. Ja, ze waren net even wat beter dan ons. En ja, gelukkig met de goeie. Ja, wat is het grote verschil tussen Fles thuis en Fles uit dan? Want daar wonnen jullie eigenlijk vrij gemakkelijk. Ja, het lag niet meer aan hun, denk ik. Ze waren toen niet op niveau. Nu hebben ze een beetje hun best gedaan. Maar... Ja, wat is de kracht van dit LSV, Wouter? Ik bedoel, hebben jullie al ergens een zaaltje bekeken van waar je denkt van daar moet een kampioensfeestje mee gehouden worden? Ja, we hebben het met elkaar afgesproken. Het K-woord noemen we niet. Maar zo langzamerhand komen we wel een heel eind in die richting. En het geheim, ja, we zijn een vriendenploeg, punt 1. En daarnaast zijn we retenfanatiek. We willen elke week heel graag winnen. Maar goed, het gaat om plezier en we spelen al jaren samen en we kennen elkaar dus door en door en we kunnen elkaar inderdaad even lekker uitschelden, maar daarnaast weer elkaar op de schouders slaan en lekker met z'n allen de kantine in na de wedstrijd. Dat is onze kracht. Het is echt een vriendenploeg en we gaan ervoor. Bovendien zijn we aan volleybal nog verschrikkelijk degelijk en dat zegt de aanvoerder van de tegenstander zegt er net ook van, jullie hebben een verschrikkelijk lastige surf waar we gewoon geen grip op kregen en alles bij elkaar. Is dat misschien wel de kracht van ons team? Ja, ik wil dat K-woord toch maar weer noemen dan. Want ja, hoe je het ook wendt of keert, je bent koploper. Maar je verslaat een week eerder, zeg maar, Trias. Vrij simpel, had ik bijna gezegd. Ja. Ja, hoe je het ook wendt of keert, jullie zijn natuurlijk wel kampioenskandidaat nummer 1. Nou, klopt ook hoor. Ja. Ja, dus dat weten we zelf ook. Dus, en daar gaan we ook voor. Hè, we willen heel graag kampioen worden. Of promoveren dan misschien. Of dat dan verstandig is, dat is vraag 2. Maar nee hoor, als we kampioen kunnen worden, doen we het. We gaan er gewoon lekker voor en we zien wel hoe ver het komt. Hoogvliegers zijn jullie niet, laagvliegers misschien, zou ik voorzichtig zeggen, ook niet. Maar desondanks denk ik dat het bij jullie niet echt, heb ik het gevoel, prestatiegericht is. Het lijkt een beetje zo van, ja nou, lekker even een middagje uit. Heb je misschien wel gelijk. Ik zat net in de kantine bier te drinken en dan kom jij aanzetten. Dus misschien het enigszins waar, maar we proberen elke wedstrijd natuurlijk zo goed mogelijk te doen. En soms wil het niet, maar je moet je soms ook bij neer kunnen leggen. We hebben ook wel goede wedstrijden gewonnen, hoor. Ook van de koploper nu dus. LSV hebben we vorige keer wel gewonnen, dus... Soms gaat het goed, soms gaat het niet goed. Ja, waar zit het grootste verschil in volgens jou vandaag? Waar zijn jullie sterke punten gebleven, zeg maar? Ja, ik begon op de bank natuurlijk, hè. Dat was het denk ik. Nee, is niet waar. Nee, net gewoon een beetje wat miste wat emotie of zoiets. Wat felheid, net alles, net even te traag, net even te min. En wat we vaak wel goed doen, ging nou juist mis. En dus te veel eigen fouten en hun meer het spel laten maken, dat moeten we het vervolgens natuurlijk niet doen. Nee, de volgende is van ons. Ze hebben nou een keer geluk gehad, maar de volgende keer dan komen wij weer met 4-0 aan de bak. Komt helemaal goed. Is dat nog wel een vraagteken dat je zegt van mochten we kampioen worden, ja, willen we dan wel promoveren? Hebben jullie daar de kracht voor om nog hoger te spelen? Nou, als je kijkt naar de gemiddelde leeftijd van de ploeg en de pijntjes in de ploeg en de breedte van de selectie. We zijn met 9 mannen van Rob Ellens, onze libero, de rest van het seizoen uitgeschakeld is. En het is maar zeer de vraag of hij weer terugkomt. Hij heeft erg last van zijn knieën. Die zijn eigenlijk stuk. Dus dan heb je 8 man. En of je met 8 man... met de pijntjes die we over het algemeen hebben, of je dan iets te zoeken hebt in de hoofdklasse, dat is de vraag. Maar goed, we gaan er wel voor. En als we het niet redden, dan zijn we over een jaar zijn we weer terug in deze klasse. Ook prima. Ja, dan maar liever met pijntjes in de eerste klasse dan smaakloos of smaartloos elke week onderuit. Ja, dat is ook niet leuk, hè?
Nee. Dan spelen we liever van dit soort potjes. En de potjes die we de afgelopen weken gespeeld hebben, hele spannende wedstrijden erbij. Met op het kantje 3-2 winnen. Dat zijn de leuke potjes. En dan, als je dan volgend jaar wel zou promoveren en je verliest elke week kansloos, ja, daar wordt het niet leuker van. Nou, dit was dan de categorie, zeg ik maar, makkelijke zaterdagmiddag in de Bosman en Loppersum. Wat is de volgende horde? Oh, dat is een goede vraag. Volgens mij is de volgende is Trias uit. Dat is over anderhalf week op een woensdagavond in Delfzijl. Dus dan spelen we tegen de nummer 2. Dus vorige week van hun hier gewonnen. Maar zij hebben ook nog wel enige revanche gevoelens, heb ik het idee. Dus dan mogen we daar aan de